Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze hele bijzondere film. Want wat gaan wij vandaag doen? Ja, we gaan de school laten zien, maar niet op een gewone manier. We gaan de lokalen in, we gaan allerlei leuke spellen doen. We gaan opdrachten doen, zodat je ook thuis een leuk beeld krijgt van hoe onze school eruit ziet. Hey, want dit is gewoon onze open dag. Ja. En wij hebben gewoon een hele speciale open dag film. Daarom noemen we hem ook onze open dag special. Dit is de open dag special. Maar misschien denk je, gaan die twee mensen dan allemaal opdrachten doen in de school? Saai. Nee, saai gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar voordat we onze kandidaten aan jullie gaan voorstellen, als je iets ziet in de uitzending en je vindt het leuk of je doet het na, maak er dan een foto of een filmpje van en plaats hem op Instagram met hashtag #hetstreekcollege. En misschien taggen we jou wel terug, plaatsen we jou op onze tijdlijn. Of misschien krijg je wel een leuke prijs thuis gestuurd. Ja, dat is leuk. Nooit. Dat is leuk, want we hebben hele leuke hetstreekprijzen, toch? Ongetwijfeld. We gaan gauw door om de deelnemers aan jullie voor te stellen. Let op. Hey, ik ben Tess. Hoi, ik ben Jesse. Hoi, ik ben Sarah. Hoi, ik ben Jentel. En bij elke opdracht krijgen jullie een letter. En die letter hebben jullie zo meteen nodig bij het eindspel. Dus bewaar de enveloppen goed, raak ze niet kwijt. En dan is het nu, denk ik, tijd voor de eerste opdracht. Heel veel succes. Heel veel succes. En dan doe je thuis gewoon lekker mee. Als het kan. Het kan niet met alle opdrachten, maar als het kan, doe lekker mee. Veel kijkplezier. Let's go. Yeah. En daar gaan ze naar boven. Op naar de eerste opdracht. Nou, jullie zien hier allemaal woorden hangen in het Duits en in het Engels. En deze woorden moeten een zin vormen. En die mogen jullie gaan maken, die zinnen. Dus ga je gang. Succes! Ja, op het streek leer je natuurlijk ook allemaal talen. Welke talen kunnen leerlingen allemaal kiezen? Nou, leerlingen krijgen hier een opdracht die te maken heeft met Duits en met Engels. Dus hoe is jouw Engels eigenlijk? Of je Duits? Mijn Duits is niet zo heel erg goed. Vind ik best wel een beetje een moeilijke taal. Wat denk je, gaan die leerlingen hoe gaan ze dat doen? Nou, ze moeten allemaal woorden bij elkaar zoeken. En dan moeten ze de zin die op het bord staat namaken, maar dan in de taal Engels of Duits. Heel het lokaal hangt vol met allerlei woorden. Wat zou het zijn? Ja. Inderdaad. Leren is het niet. Ik weet het niet. Ja, maar deze laatste letter. Ja. Die moet sowieso. Ja. Nou, dat doen ze best heel goed. Ja, de Engelse zin ligt al. En nu de Duitse zin. Oh, dit wordt heel moeilijk. Ja? Ja. Dat is denk ik onze, toch? Nou. En dan hebben we al wat meer kleuren. Bis bald. Ja. Dat is snel. Ik denk dat dit samen is. Ja. Je moet dan nog. Het woord samen in Duits. Nee, weet jij dat thuis? Wat is het woord samen eigenlijk in het Duits? Ik heb hem gezien. Ja, zoek het eens op. Ja. En heb jij nou een leuke zin in het Duits of in het Engels die je wilt delen? Doe dat dan met hashtag het streekcollege. Laat ons weten wat een leuke zin is over de stap naar de middelbare school misschien. Dit ging heel goed. Ze zijn er bijna. Je moet daar kiezen. Deze is met een hoofdletter waar ze niet aan zijn. Oh ja, dat is goed. Ja, nu zijn we er bijna. Nou, best moeilijk. Als je nog nooit Duits hebt gehad, is dit natuurlijk best een hele. Voor de eerste keer? Ja, best een ingewikkelde opdracht. Ja. Ja. Nou, super. En ik hoorde hier nog iemand wat zeggen over wie. Kijk, mevrouw Sieleman zet de puntjes op de i. En Jesse helpt daarbij. Nou, we hebben het echt zo knap. Hartstikke goed. Applaus voor jezelf. Ja. En opdracht 1 is in de pocket. Hartstikke mooi. Tot snel. Ik heb nog wat voor jullie. Namelijk een clue. Aan wie ga ik hem geven? Aan jou? Alsjeblieft. Nou, de eerste envelop is binnen. Yes. Wat leuk. Op naar de volgende opdracht. Daar gaan ze. Goedemiddag jongens. Ik heb een leuk spel voor jullie bedacht. Dat noemen we het blinde geleideparcours. En wie van jullie wilde graag de blinde persoon zijn? Mooi zo. Dan heb ik voor jullie
een blinddoekje. Die mag je omdoen. Iedereen er klaar voor? Ja. Oké, klaar voor de start. Af. Ja, en nou is het zoeken naar die ballon. Kijken of dat een beetje makkelijk gaat. Oké, ballon zit aan de andere kant, zie je dat? Ja, heel goed. Oh, bijna. Ja. Oké. En ze zijn onderweg. Team 2 volgt. Moet nog even de ballon zien te vinden. Oh, en Jesse gaat alvast aan de slag. Doe voorzichtig. Oeh, ballon nummer 2. Dat was ballon nummer 2. Die kant op. Kom maar. Kijk. Voorzichtig doen. Dat is nog een uitdaging als je niks ziet. Links. Best moeilijk, hè, om zo'n parcours te volgen terwijl je alleen maar kan luisteren. Je moet ook een beetje elkaar kunnen vertrouwen natuurlijk. Ja. Kijk, dat doet ze goed. Ja, en dan nu weer naar links. Oeh, goede tips van Lente. Dat deed ze heel goed. En dan nu naar iets naar rechts. Iets naar links. Iets naar rechts. Ja, kom de pion. Oh, voorzichtig, Jesse. Iets naar rechts. Ja, oké. Ietsjes hebben lopen. Ja, waar gaan jullie nou naartoe? Jullie moeten... En jullie moeten teruglopen. Jullie lopen te ver, jongens. Naar rechts. Nog meer naar rechts. Snel, toch meer naar rechts. Ja, hier zit heel weinig ruimte tussen. Heel goed. Ja, iets naar rechtdoor. Rechtdoor. Ja. Ze zijn de weg een beetje kwijt. Ze zijn de weg kwijt. Ze zijn de weg kwijt. Dat Jesse niks ziet, dat snap ik. Kom maar. Maar Tess had het toch kunnen zien. Ja, nee, eentje terug. Naar links. Naar links, andere links. Iets naar links. Ja, nog meer naar links. Kijk. Iets naar rechts. Meter uit. En nu is de bedoeling dat ze dus dezelfde vormpjes uit de bak pakken. Maar dan zonder te kijken natuurlijk. Dus echt een waarnemend spel. En nu moet je bij de bak. Voel de bak moet maar. Je... Voel de bak, hè? Snel. Oké. Ja. Ja. Goed zo. Dat zijn de eerste. Ja, je gaat lekker. Ja. Sarah heeft er zin in. Die pakt ze allemaal. Ja, goed zo. Nog aan de roze. Goed zo. En nu nog de gele. Nog ja. Oeh, lukt het Jesse ook om ze te vinden? Ja, oké. Oeh, ze worden ingehaald. Ja, oh, Jesse heeft zo. En nu terug naar het laatste onderdeel. Naar wat gaan ze doen bij het laatste onderdeel? Ja, en dan ja ze moeten naar een rechts. Staart ja, maken. Ja, en dan iets naar links. Dan weer iets naar rechts. Iets naar links, iets naar rechts. Ja, dan weer links. Oeh, waar is je tomtom als je hem nodig hebt? Kijk uit, Jesse. Kijk uit, Jesse. Kijk nou toch uit. Misschien moeten we dat maar niet doen als ze bij ons op school zitten. Nou, in ieder geval niet op het station. Nee, niet op het station, nee. Ja, daar zijn ze. Kijk, en Sarah is al begonnen. Ja. Ze moet zijn staart maken. Oeh. Jongens, het kost geld allemaal, hè? Oké, maak maar staart. Een staart. Nou ben ik benieuwd. Kijk eens, dat doen ze best goed, zie je dat? Ja, dat gaat prima. Een mooie staart. Ja, gewoon het elastiekje erom. Ja, het elastiekje erom. Ja. 1, 2. En Jesse is ook klaar. En het is schullen. Yes. Mag het zijn lukt. Ja, geweldige staart. Nou, kijk dan. Okay, opdracht 2 ook in de pocket. Wauw. Goed gedaan. Nou, jullie hebben dit heel goed gedaan en jullie hebben weer een letter verdiend. Mee eens. Kijk, tweede envelop. Heel goed. Welkom bij de afdeling techniek. Dank je. We gaan zo meteen een muurtje metselen. En als je dat muurtje af hebt van 3 lagen hoog, dan ga je bij de afdeling elektro-installatietechniek een drone ophalen. Met die drone vlieg je zo snel mogelijk hier terug naar je muurtje en je landt op het muurtje. Degene die als eerst geland is, die wint. Heel veel succes. Heb je er zin in? Ja. Oké. Wat dacht je dan? 3, 2, 1, start. Zo. Daar gaan ze. Kijk, wat een stoere opdracht. Een muurtje metselen. Ja, dat doe je niet zomaar. Wat leuk. Eerste kwestie van de stenen netjes uit elkaar neerleggen. Lijkt alsof ze het vaker hebben gedaan, zie je dat? Dat gaat snel. Dat doen ze heel goed. Er kan iets bij. Ja. Wel een beetje plakken. Nee, daar. Kijk, als echte Bob de Bouwers. Ja, gooi hem erop hoor. Ja, hoeft niet helemaal recht, als het maar stapelt. Ja, het is wel fijn als hij een beetje recht, want er moet straks een drone op landen. Of als het past. Ja, precies, het moet ook beetje. Passen. Ja, en die tweede rijtje gaat ook al. Oeh. Touwtje omhoog. Door dat touwtje weet je precies dat je met zo'n werk in één lijn is. Het is wel handig om dat recht op te hangen. Als het lukt. Oh, nee. Wat gebeurt er? Oh, sorry, Jentel. Oh, wat jammer. Oh, dat gaat helemaal niet goed. Gelukkig viel je de goede kant op. Maar Jesse en Tess zijn al zover. Die gaan op weg naar de drone. En dan gaan ze de drone straks laten landen op een muurtje. Dat is wel de bedoeling. Nou, dat is spannend. Ik ben heel erg benieuwd. Zeker. Maar Jentel en Saar gaan nog even door. Kijk, daar gaat hij. Ja, heel goed. Oh, pas op jongens.
iets lager. Ietsje zakken. Oh, Jesse heeft dit vaker gedaan. Over techniekplein. Oh, en hier wordt nog hard gewerkt. Oh, maar dat gaat goed komen. Zeker. Maar het hoeft ook niet allemaal in één keer goed, hè? Je mag het ook een beetje oefenen. Zo zijn we dan ook wel. Weet je, soms leer je gewoon veel, hè? Van dingen die gewoon even instorten. Neerstorten. Ja, dit gaat Kijk, goed. Dit gaat heel goed. Kijk, Jesse heeft het vaker gedaan, zo te zien. Hij kan goed sturen. Yes, kijk. Nou, dames, rennen. Jentel en Saar hebben het voor elkaar. Voorzichtig bij die stenen. En ook de drone gaan pakken. Ja. Oeh, daar gaat hij. Dat is jammer. Oh, oeps. Nou, even rustig oefenen nog. Komt helemaal goed. Hebben we nog veel? Ja, hij doet het nog. Hey, zet maar even hier, dan kan ik niet tegenover. Kijk, daar gaat de andere droom. Oh, hartstikke idee. Dit zorgt voor meneer Van der Bij voor slapeloze nachten. Daar gaan al zijn drones. Maar dat geeft niet. We zijn goed verzekerd. Nog een keer. Nee, niet snel, maar voorzichtig. Oh, dat was snel, niet voorzichtig. Kijk nou uit. Oh, jongens. Pas op, zakken. Iets. Kijk nou toch eens. We gingen wel door de deur heen. Ja, nou, en daar gaat hij. Ja, boven de stenen. En het gaat steeds beter, hè? Zie je dat? Even oefenen. Maar dit is niet makkelijk, hoor. Nee, dit is niet makkelijk. Saar en Jentel gaan ook de goede kant op. Deze drone stijgt weer op. Nou, nog even oefenen. En ze hebben... vliegbewijs voor de drone. Ja, ik snap dat ze dat nu vragen. Want het is niet makkelijk. Ja, en dan nu zakken. Ja, bijna. Kijk, vanuit de drone. Iets naar voren nog. Iets naar voren. Heel langzaam. Kijk nou. Ja, gaaf. Wat een concentratie, hè? Mooi, hè? Dit gaat goed. En nu langzaam. Yes! Ja, kijk! Heel goed! Het is er gelukt! Hey, wauw! Hebben we een winnaar netjes gepakt, hoor. Namelijk dit groepje. En daarom heb ik voor jullie een letter voor de puzzel. Yes! Heel veel plezier! Hallo! Jullie gaan met deze drie primaire kleuren de drie secundaire kleuren mengen. En dat mag je nu gaan doen. Succes! Kijk, primaire kleuren. Weet jij dat eigenlijk nog? Wat waren wat dat? Is dat ook alweer? Rood, geel en blauw. En wat is primair? Primair, de basiskleuren. Ja, precies. En wat gaan ze mengen? De secundaire kleuren. Dus dat zijn kleuren die je kan mengen uit twee primaire kleuren. Cool. Kijk. Het is nog even zoeken, want je moet natuurlijk een hele hoop testen. Want zo'n kleur is niet zomaar gemaakt. Maar onze eigen mevrouw Van Vliet... Ja, die geeft goed advies. Beetje geel daar, beetje rood daar. Kijk. Kijk, het is de bedoeling dat ze de kleuren maken van de blaadjes die op hun bureau liggen. Precies dezelfde kleur. Tafel. Ja. Of ongeveer precies, dat is ook goed. Nee, godverdomme. Bah. Wordt wel iets donker. Oké, ja. Ja. Volgens mij hebben we bijna een doel. Oeh, jongens. Meiden bedoel ik. Het is maar verf, wat was je er vanaf? Het is bruin, ja. En hoe hoort je die bruine kleuren op elkaar gekregen? Alle drie kleuren. Dan krijg je bruin, inderdaad. Welke kleur heb je nodig om paars te krijgen? Rood en blauw. Heel goed. Ja, we hebben kenners. Wat hadden ze gedaan? Drie kleuren door elkaar. Ja, dan krijg je inderdaad wel heel iets anders. Misschien nog een beetje geel. Ik heb voor het alle kleuren door elkaar blijven gooien. Misschien dat hij eruit komt. Ja. Ja, zo blijf je bezig. Ik keur hem goed als paars. Volgens mij, zie je daar... Goed gedaan! Kijk! Armpjes in de lucht. Kijk, hier ook. Gelukt. En een envelop. Aan wie mag ik hem geven? Ja, aan wie? Aan Jesse. Kijk, weer gelukt. En daar gaan ze snel weer. Snel door. Hoppatee, naar boven toe. Hey, Saar en Jentel. Welkom in de radiostudio hier op het Streek College. Wat we vandaag gaan doen is een rap schrijven. We combineren het mooiste vak Nederlands, natuurlijk de mooie Nederlandse taal, met een stukje muziek. Rijm. Jullie krijgen van mij zometeen een blaadje. Daarop staat het nieuwe school, staat erop. Jullie gaan met z'n tweeën gaan allemaal woorden bedenken die horen bij nieuwe school. Wat komt er bij kijken? Docenten, vriendinnen. Ja, nieuwe vriendinnen. Ja, schrijf dat maar eens op. 1, 2, 3, 4. Kun jij rappen of niet? Ik kan best wel rappen. Nou, leuk. Nieuwe vriendinnen.
vriendinnen maken. Nou, ik ben niet zo goed in rap, hoor. Zeg maar, dat is best knap. Kan je bijvoorbeeld een rijmwoord op maken? Daken. Taken. Ja, dus nu moeten we gaan rijmwoorden op gebouw. Gebouw. Even gebouw. Bedenken. Gebouw. Touw. 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 Vrouw. Mouw. Mouw. Douw. Douw. Ja. Oeh, dat klinkt lekker. Oh, dit gaat goed. Ja, dit gaat de goede kant op. Doe het. Zeker. Klaar voor. Ja. Ik kom in allerlei nieuwe klassen, zou ik daar wel tussen passen? Ik hoop veel nieuwe vrienden te maken en elkaar niet af te kraken. Netjes. Wauw. Wauw, meiden. Zeker. Sarah en Jentel, complimenten. Twee nieuwe talentjes heb ik hier ontdekt op het Streekcollege. Jullie krijgen van mij een envelop. Daar is die. Jullie direct door naar de volgende opdracht. Nou, ik vind het een goede rap. Dit is goed gelukt. En dat is zo'n korte tijd. Alsjeblieft. Welkom, Jesse en Tess. Jullie hebben allebei gesolliciteerd op de functie van directeur op het Streek. En op het Streek is alleen het beste goed genoeg. Ik ga jullie een aantal vragen stellen om te kijken of jullie geschikt zijn voor de functie van directeur. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Dat maakt niet uit. Ik hou van vrolijke mensen. Wat zijn nou echt belangrijke regels? En ik ga hem eerst aan jou vragen, Jesse. Aardig tegen elkaar, goed luisteren en altijd wat aan meenemen. En wat zei je als laatste? Altijd patat meenemen. Altijd patat meenemen? Wat een goede regel. Goed dankjewel. Idee. Wat goed idee. Ja, Jesse. Gewoon aardig zijn tegen elkaar. Mm-hmm. En ook aardig doen tegen de leerkrachten. Hoeveel zouden jullie willen verdienen als je directeur of directrice zou zijn bij het Streek? Zou jij het eerst willen vertellen? 1 ton per maand. 1 ton per maand, zeg je. 1 cent? 1 cent? Oh. 1 cent, wat ontzettend bescheiden. Dat raakt me, dankjewel. Hoeveel zou jij willen verdienen? 70 euro per maand. 70 euro per maand. Dankjewel. Zou je daar hard voor werken? Natuurlijk. Goed om te horen. Hoe hard zou jij gaan werken voor die 1 cent per maand? Heel erg hard. Oké. Okay. Hey, denk even over je directeurs- of directricekamer. Denk daar even over na. Hoe zou dat eruit zien? Wat moet daar sowieso komen te staan? Ga ik nu even eerst naar jou. Een zwembad, patatpan en... Zwembad, patatpan. En een trampoline. En een trampoline. Ik snap nu die 1 cent loon wel, want de rest gaat natuurlijk allemaal op aan jouw kamer. Ja. Ik ben door mijn vragen heen. Dat betekent dat ik ga overleggen binnen mijn team. Ik neem jullie antwoorden mee en jullie worden morgen gebeld wie de nieuwe directeur of nieuwe directrice wordt. Ja. Kijk. Tot ziens. En weer een opdracht in de pocket. Heel goed gedaan, jongens. Zo. Dat was best een moeilijke opdracht. Nou, welkom allemaal op het praktijkonderwijs. Dit is de winkel. En in deze winkel geven we allerlei lessen over als je wil werken in de winkel. En daar hoort natuurlijk ook bij dat je leuk een cadeautje kan inpakken als er klanten komen. Dat gaan we vandaag oefenen. Dus Jentel, jij mag een kleurtje kiezen. Welk papiertje vind je leuk? Paars. Paars, kom je even, gaan we even oefenen. Ja, en daar gaan ze natuurlijk. Heel erg leuk. Ik ben gek op cadeautjes en ik ben ook gek op leuke papiertjes om cadeautjes. Ja, en sommige mensen bewaren ook cadeaupapiertjes, weet je dat? Ja, dat is heel leuk. Klopt, ja. Je maakt het heel voorzichtig open. Maar misschien zit jij wel te kijken en denk, ja, ik heb ook wel een cadeautje of een pakje liggen. Kun jij misschien een heel origineel en leuk cadeautje maken? Maak er dan een foto van en stuur hem dan naar ons toe via Instagram. Tag ons in het kanaal of gebruik hashtag het Streekcollege. En misschien nemen we jouw post wel over. Kijk, ja, hier wordt weet een mooie... je, als je geen cadeaupapier hebt, kan je dat ook met een krant doen en die dan leuk versieren. Ja. Met stickers of lintjes, met andere dingen, lintjes. Blaadjes, bloempjes. Dus als je geen leuk papier hebt, je kan leuk papier altijd leuk maken. Ja. Kijk, daar gaan ze hoor. Nou, dat doen ze heel goed. Hoppakee, kijk. Even dubbelvouwen, plakbandje erop. En lintje erover. Hartstikke idee. Het lijkt wel Sinterklaas, jongens. Nou, volgens mij hebben ze dat vaker gedaan. Zie je dat? Ja, het is wel dubbele snelheid. Maar dat is... Kijk, een voorbeeldje. Ja, met krantenpapier. Of met aluminiumfolie. Kun je ook heel leuke dingen doen. Ja, dat is ook leuk. Ja. Kijk, nou ontstaat al een stapel. Cadeautje erbij, pakje erbij. Ah, heel erg leuk. En Saar nog even de laatste dingetjes. Die heeft het vaker gedaan. Kijk, dat ziet er gezellig uit. Yes. Oh, en ik zie alweer... De volgende clue, zodra de stapel klaar is...
Hartstikke idee. Kijk, plakbandje erop en gaan we dat cadeautje. Klaar. Top gedaan. Ja. Dames en heren, hard gewerkt in korte tijd. En dan geef ik aan jou deze envelop. Yes, kijk eens. Daar gaan ze. Weer gelukt. Oké, okay, dames en heren, welkom op het Pro in onze mooie keuken. Jullie gaan hier ook een challenge doen. Je gaat een tweetal een broodje maken. Lekker. Jullie gaan eiersalade maken en jullie gaan een broodje roomkaas maken. Jullie weten wat je moet doen. Voordat je gaat beginnen, moet je... Handen wassen. Ja. Handen wassen. Ja, dat gaan jullie eerst doen. En dan lekker aan de slag en heel veel succes. Doe maar. Okay. Kijk. Lekker hoor. Ja, nou een paar... Opdrachten met je handen werken is natuurlijk lekker om een broodje te maken. Wat is jouw favoriete broodje eigenlijk? Ja. Nou, de leerlingen maken wel eens een broodje met brie en honing. Heel erg lekker. Nice. Dit heeft toch twee theelepels? Van jou? Dat is het. Je hebt nu een theelepel in je hand en daarvan mag je dus twee broodje oude kaas. Is dat goed? Ja. Maar deze broodjes zijn volgens mij ook super lekker. Zeker. Kijk, een kommetje erbij. Dan krijg je mooie plakjes. Knip de stengels bieslook klein. Ja, dan moest je dat maar doen. Kijk, met militaire precisie. Heel goed. Een pakje, want een pakje heb je nodig, toch? Ja. Die even aan deze kant. Gewoon met heel het pakje. Dit is echt de keuken op het praktijkonderwijs. Ja, precies. Maar het is niet de enige keuken. Nee, we hebben er meer. Deze met dat houten handvat, die mag je pakken. Dit is ook niet de grootste keuken die we hebben. Nou, dan mag je de broodjes erbij pakken. Zo, allemaal. Maar maken leerlingen broodjes dan voor zichzelf, voor anderen of gooien ze weg? Nou, soms om echt te oefenen. En dan, we gooien nooit wat weg. Dus het wordt uitgedeeld of je eet het zelf op. Maar we hebben ook leerlingen voor de horeca die verkopen de broodjes. Oké. Kijk. Je moet iets harder knijpen. Echt vakwerk. Dat lukt niet, hè? Yes, en stoppen maar. Ja, hartstikke goed. Kijk, daar is de volgende. Kijk, en Jesse snijdt zijn broodje nog even kort en klein. Wil jij hem ondertussen alvast gaan beleggen met... Nou, dat zijn gezonde broodjes, zie je dat? Ziet er goed uit. Hier, de eiersalade gaat ook de goede kant op. Dan zie je dat je in het middelste een beetje vergeten bent. Hoor, dat geeft niet. Is niet zo erg, want je hebt er nog twee om te oefenen. Precies. Rucola erop. Hoppakee. Lekker. Kijk, de broodjes twee schaaltjes met heerlijke broodjes. En ik heb iets voor jullie. Aan wie mag ik deze geven? Ben jij de verzamelaar? Alweer. Ja. Alsjeblieft. Top gewerkt, jongens. En nou ja, hopelijk tot snel. Ja. Nou, het zijn wel harde werkers, hoor. En nu, alle clues bij elkaar vormen samen een woord. Maar welk woord zou dat zijn? Zonder enige aanwijzing moeten ze nu gaan kijken wat erin zit. Even kijken hoe ze samenwerken. Precies. Ja, de S, de L, de T, de H. Ik denk dat ze streep moeten maken. Nee, maar ik heb een P. Een P. Ik heb een A en O. Ja, hoe gaan we dat nou oplossen? Ze moeten een woord maken. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Oké. Neerleggen. Kijk, dat is een goed idee. Leg ze anders even op de grond. Oké. Loa, R, S, O. Nou. Ik weet niet of het lukt. Ik zie het ook nog niet hoor. Maar ik denk het ook niet. Het ligt op het puntje van mijn tong, moet ik zeggen. Maar ik weet het nog niet. Nee, ik ook niet. Ta. Tal. 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 Tas. Nee, dat kan niet. Tal. Ik weet niet. Talom. Tallo. Rp. Talorp. Rsp. Nee. Nee, 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 nee. Nee, dat is het ook niet, hè? Nee, dat kan niet. Ik dacht misschien regenboog. Nee. Dat ze weer regenboog gaan. Oh, dat zou kunnen. Goed idee, maar nee. Misschien tot snel. Tot snel. Dat zou kunnen. Nou, dat is een mooie. Nee. 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 Toch niet. Nee. En er zit een H in. En een L. Ja. Nee. Nou, het is best een puzzel. Star. Star. Ja, joh. Nou. Bijna. Even goed zoeken, jongens. Kom op. Ja. Ja. Blijven husselen, blijven. Stop. Stophal. 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 Stop. Bijna. Nee. Stophal. Ja. Nee. Hey, bijna. Op het puntje van je tong ligt het, jongens. Sporthal. Sporthal. Natuurlijk is het sporthal. Dat wilde ik net al zeggen. Yes. Kom op, ja. Leg hem neer. Ja. Sport. Ja. Sporthal. Ja. Gaan we doen.
Ja, komen naar rennen, de sporthal. Voor het finale spel. Kijk nou. Ja, daar gaan ze. Tjonge jongen. Wat een kanjers. Dat hebben ze echt goed gedaan, hè? Sporthal. Ik zag het. Jij zag het toch ook meteen? Ja, ik zag het ook. Nou, niet meteen hoor. Bijna. Ik zag het wel meteen. Ja, tuurlijk. Kijk, naar beneden. En op naar die sporthal. Naar buiten. Doe voorzichtig, jongens. Hartstikke idee. De sporthal aan de overkant. En dan eens kijken wat daar te wachten staat. Wow, kijk nou dan. Kijk. Wauw. Wow. Ja. Dit is echt heel leuk. Oh, dat is heel leuk. Ah, super spannend. Wat heb je dat een keer gedaan? Oh ja, dat is heel leuk. Welkom in de sporthal. Jullie hebben een speurtocht gedaan, letter verzameld en gepuzzeld en uiteindelijk de sporthal gevonden. Hartstikke leuk. We hebben hier heel veel gave dingen voor jullie neergezet. Een groot parcours, allemaal op nummer. We beginnen vandaag met de toppenbaan. En als we allemaal beneden zijn, ga je alle nummers volgen. 2 en verder tot en met 10. En aan het eind heb je briefjes met woorden en maak je de slotzin. En als dat gelukt is, dan is jullie rondleiding helemaal geslaagd. Veel succes. Jij mag als eerste yes. naar beneden. Weer een toppelbaan, hè? De toppelbaan. Ja, dit is superleuk. Superleuk. En aan het einde... Dus nog een puzzel zelfs. Kijk, ze zitten helemaal goed vast. Ja. Dus super veilig. Kijk, meneer Van E. Verzekert ze. Meneer Van E zit ook vast. Ja, gelukkig maar. Vastmaken. Oeh, Jesse mag als eerst. Ja, volgens mij vindt hij het helemaal leuk, zie je dat? Volgens mij vindt hij het niet erg. Nee, hij vindt het helemaal niet erg. En daar gaat hij. 2. 1. Ja, ja, en daar gaat hij naar beneden. Hopsa. En als ze allemaal beneden zijn, gaan ze door met het volgende onderdeel. Daar gaat Jentel. 2, 1, yes. Heel goed. Oeh. Kijk. Nou, nog geen hoofdgevrees tot nu toe. Nee. Kijk. En ook beneden. Ja, en Sarah vond het een beetje eng. Maar toch gedaan. Nee, ze doet het gewoon. Fantastisch. Tuurlijk. Ja, topper. Super. Oké, en nu dan snel door. Snel door naar het volgende spel. Voor het volgende onderdeel. Kijk, slalom. Jesse voorop. Ja, dat kunnen ze. Dat doen ze beter dan met de blinddoek. Andere kant op. Ja, ze moeten... Hoewel? Nee, naar de bal. Nee, naar het klimrek. Ja, het klimrek. Er overheen. Kijk. En dat is 1. Dat is nog best hoog. Tweede eroverheen. Meneer Wilting houdt ze goed in de gaten. Want het moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Het is allemaal nog best hoog. En dat doe je niet zomaar. Kijk, dat doet ze goed. Zag je dat? Kijk. Even mijn duimpje. 1, 2. Oh, kijk. En beneden. Kijk, Jesse doet het natuurlijk ook. Hij is alweer boven. Goed beet pakken. En hij springt eraf. Yes. Kijk, met een mooie jump. En Tess. Leger outfit aan. Alsof ze dit vaker gedaan heeft. Hartstikke idee. Door naar het volgende onderdeel. Die bal moet naar beneden rollen. Over de rails. Hoe noem je dat eigenlijk? Tussen de banken ja, door. Tussen, kijk. Ja, zo. Yes. Helemaal goed. Kijk, in de tweede moet ook. Oh, dat gaat even mis, ik jongens. Ik dacht het lijkt zo makkelijk, maar ja, het is toch wel een beetje lastig. Nee, vraagt toch nog wel wat aandacht. Dit is een lastig onderdeel, want dan moet die grote bal ook nog eens bovenop zo'n korf landen. Oké, okay, en dan moet hij blijven liggen ook. Blijven liggen. Dus we gaan even en kijken of dat lukt. Hoe lang moet hij blijven liggen? Ja, het liefst een week. Of dat gaat lukken. Kijk, heel goed. En daar gaan ze, ja. Ja, hoe gooi je dan, hè? Gooi je met een boogje, gooi je... Recht, ja. Het is nog niet makkelijk. Nee. Maar dat geeft niet. Gewoon blijven proberen. En als het toch echt niet lukt... Dan verzinnen we er wel wat op. Poging 6. Oh. Het zijn hele lichte ballen. Dat wel. Maar dus je kan ze makkelijk vasthouden. Krijgt ze dan maar eens goed gericht. Precies. Oeh, ja, oh. Ja, ja, ja. Bijna. Keurig. Ja, nog drie keer gooien. Keer? Ja. Oh, dat is goed hoor. Anders blijven we bezig. Nee, 1. Nee, oh. Ja, pak hem. Jesse, jij misschien een keer. Saar nog een keer. 1, 2. Oh. Oeh. Oh. Ja, hij was er wel tegenaan. Dat vind ik eigenlijk ook wel knap. En de laatste. Laatste keer gooien. Ja, dat is de derde keer. Ja. Jammer. Ja. Oeh, nou. Maakt niet uit. En door naar het volgende onderdeel. Goed geprobeerd. Het hoeft ook allemaal niet in één keer. Kijk hier, tijgeren. Kijk. Favoriete onderdeel. Daar gaan ze. Ja, daar komt Jesse. Ah, kijk eens. Alsof hij zo netjes uit het leger komt. Ja, kijk. Ja, en dat nog een beetje snel. Dat is nog niet makkelijk. Kijk,
Sara doet het ook goed. Kom maar, Sara. Je kan het. Ja, dan nog laag blijven. Ja, en nummer 2. Heel goed. Jentel erachteraan. Dat doet ze toch uitstekend. Zonder te oefenen. En Tess natuurlijk tot slot. Daar komt Tess. Ja. Ah, ja. Kijk, die heeft het ook vaker, die heeft het vaker gedaan. Zie je dat? Ja. Zo. Zeker. En door. Dit is de monkey bar. Kijk. En als een echte monkey gaat die heen en weer. Dat is nog moeilijk. Dat doe je niet zomaar. Je zou ik hoor iemand zeggen, dat is makkelijk. Hoor je dat? Dat is makkelijk. Dat is Tess, zei je. Volgens mij is makkelijk. Nee. Ja, maar Jesse heeft het gehaald. Heel goed. Oei, maar daar moet je nog wel kracht voor hebben. Dat moet je geoefend hebben. Maar het begin is er. Heel goed. Volle concentratie. Nou, ik denk dat ze morgen spierpijn heeft, hoor. Dat denk ik ook. Geef niks. Nog een keer proberen. Ja. Echte doorzetter. Heel goed. Super. Oh, yes. En door een Jentel. Hartstikke idee. Ja. Sling het een beetje en dan dat lukt soms, soms net wel even makkelijk. Dat rek is ook niet heel stevig. Nee, precies. Het wiebelt wat. Maar ze komen er. En dan ben ik nou benieuwd naar Tess. Oh, maar schijnbaar gemak. Kijk nou. En door naar de andere kant. Yes, alsof ze dat elke dag doet. Hier over de wiebelbrug. En dan zijn we al bijna aan het einde van het parcours. Ja, dat is 1. Meneer van der Mark is er ook. Jesse heeft het wel naar zijn zin. Ja. Ik zie hem wel lekker lachen. Dat is gezellig. En dat is ook superleuk. Jentel eroverheen. Kijk. Alsof het geen enkele moeite kost. Tess nog. Kijk. En dan nu het laatste onderdeel. Op de klimwand zitten ballonnen en in die ballonnen zit een aanwijzing voor de puzzel. Oh, wat leuk. De eerste hangt niet zo hoog, maar zoals je ziet zitten de andere al veel hoger op de klimwand. En hoeveel ballonnen moet ze pakken? Best wat. Oké. Ik weet het eigenlijk niet hoeveel. Ja. Elke keer weer naar beneden en dan wisselen. Ja. Ja. Lijkt als je op de grond staat best makkelijk, maar dat is het niet als je daar hangt. Je moet nog precies weten waar je hem grijpt en waar je hem pakt. En soms een stap net te groot. Ja. Maar gelukkig ook hier zijn ze goed gezekerd. Kijk. Dat lukt. Maar dat is nog best hoog. Ik zie de ballonnen. Zie je dat? Ja. Dat is de volgende. Ja. Dat is nog een vak apart, dat klimmen. Voorzichtig. Ja, de meeste ballonnen. Ja. Ja, kijk. Ja, heel goed, heel goed. Heel goed gedaan. Neem hem mee. En nu nog één. Die is nog wel aardig hoog. We hebben het over een metertje of 4. Kijk. Jentel de hoogte in. En ze heeft hem. Heel ja, mooi. Mooi. Heel goed. Ja, laat hem niet hebben vallen. Hebben we alle ballonnen al of niet? Zo te zien wel. Ja, kijk. Goed naar beneden. Afzetten. Ja. Hartstikke idee. Oh, en Tess heeft er Tess ook Tess nog een. Ja, ja. Oh. En nog een keer voor Tess. Ja, we wachten op Tess. Die gaat nog even omhoog om de laatste te pakken. Ja. Wat krijg je nou zo'n stormbaan? Ja, het is best lastig, hè? Want je hebt bijna geen grip, zie je dat? Ja. De linkerhand, andere hand naar links. Ja. Is de groene baan nu moeilijker dan de oranje? Of maakt het niet uit, weet je dat? Dat is normaal gesproken wel zo, ja. Of dat nu ook zo is, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoor het andere team al met de fietspompen aan de slag gaan. Want in de ballonnen zit een clue, de puzzel voor het eindspel. Ja, en die kan wel bijna bij de Ja. Ja, en dan weer terug naar beneden. En hebben ze alle ballonnen? Ja, alles verzameld. Ja.
kijk, voeten dat doet ze tegen heel de rand aan. Beheerst. Ja, ja. Kijk. Heel goed. Dit is het leukste deel altijd. Hartstikke idee. Heel goed. En dan ben je, voor je het weet, ook weer beneden. En nu op naar het laatste deel. Namelijk. Ik zie de fietspompen al klaarstaan. Ja, pompen. En die ballonnen moeten kapot. Dus sluit ze aan op de fietspomp. En heel hard. Nou, daar gaan ze. Nummer 1. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ja, en daar gaan ze. Hartstikke idee. Oh, die ene pomp gaat sneller dan de andere. Ja, dat gaat een stukje sneller inderdaad. Ja, kijk. Ja, je moet het soms even goed. Ja, oh, dat heel was goed. Dat was de eerste. Dat was de eerste. Door naar de volgende. Door naar de volgende. En ik zou zeggen, als die het niet doet, gewoon erop trappen, Jesse. Jesse gaat nog even door. Heel goed. Ja. Hij is een stevige ballon. Ik wil net zeggen. Of een heel slechte fietspomp, dat kan natuurlijk ook. Kijk, de ballon 2 al. Ja, ja, oh, dat ging snel. Heel snel. Dat ging heel, heel snel. Nou, ik ben benieuwd. Dat waren al 2 ballonnen. En die andere dan? Kijk, de clue wordt al gelezen. Iets met welkom. Oh, die ballon wil echt niet kapot. Nou, Rob, kijk. Jesse. Oeh, kijk eens. Ja, we zijn er bijna. Jesse, ik gaf je net al een tip. Hij wil niet kapot hoor, dat ding. Nou, dat is een superballon. Dit is, hallo. Dit is een superballon. Jesse, kom op. Ik zei het al. Ja, heel yes. Goed. Kijk. Daar is die. Soms moet je het even een handje helpen. Even een handje helpen. En dan kom je ook wel weer erin. En wat, er komt er nog één? Er komt er nog één, hè? Ja. Ja, ze hebben nog een ballon. Die moet ook nog even. Zeker. Dit is de laatste. Laatste erop. Yes. Kijken of deze ook zo snel gaat. Als die andere. Of dat deze weer lang duurt. Kijk. Dat gaat de goede kant op. Bijna. Gaat de goede kant op. Jesse, denk aan mijn tip. Denk aan de tip van daarnet. Hey, Jesse is al bezig met... Ja, die zit al te puzzelen. Hij zit al te kijken naar de rest. Naar de oplossing. Oh, we zijn... Maart, nog even hard werken. Ja, oh, en nu? Jesse, wat zei ik nou? Ja. Oh, kijk, daar is gaan, zeg. Ja, jij kijk. Even. Oh, ja, goed zo. Jesse. En nog eens yes. Zo. Kijk, kapot. Zo kunnen we kapot zijn. Zo kan het ook. Hoppakee. Ja. En nu alle clues bij elkaar zien te vissen. Waar zijn de clues eigenlijk? Ja. Oké, wat hebben we? Ja, op een goede rij gaan staan. Welkom. Streekcollege. Dat is een hoofdletter. Ja, goed gezien. Voel je heel goed. Voel je welkom op het streekcollege. Heel goed. Voel je welkom op het streekcollege. Dat is hem. Zeker. Ja. Heel goed gedaan. Ja, supergoed. Ah, ze hebben hard gewerkt. Nou, dat vind ik wel een applaus waard. Yes! Hey jongens, het is jullie gelukt. Jullie hebben het gevonden. Super goed gedaan. Voel je welkom op het streekcollege. Hoe hebben jullie het gehad? Heel leuk. Hebben jullie een beetje een leuk beeld van de school gekregen? Ja. Denken jullie dat de kinderen thuis een beetje een leuk beeld van de school hebben? Zeker. Ja. Hartstikke goed. Ja, fijn hè, dat jullie alles hebben laten zien. Ik hoop dat je thuis ook genoten hebt. En misschien heb je met een paar opdrachten zelfs meegedaan. Laat het ons echt zien met hashtag... Het streekcollege. Dus heb je ingepakt, heb je iets gekookt, iets gebakken, wat dan ook. Misschien wel een leuke apenkooi in je achtertuin. Laat het ons weten. We wensen jou heel veel succes bij het maken van je schoolkeuze. Super gaaf dat je keek. En wie weet, tot volgend jaar. Tot ziens. Tot ziens. Op het streekcollege.